horloge afgedaan. En ik heb een fles sanitizer meegenomen. Omdat dat twee dingen zijn die ik de hele dag gebruik. De sanitizer voor COVID niet. Nu is het elke keer een pompje. En soms heb je het, ik weet de tel niet meer hoeveel keer ik ontsmet. Mijn handen zijn er ook helemaal droog van. Dat zal denk ik iedereen in de hele wereld nu hebben. En mijn horloge, omdat ik daar waarschijnlijk een miljard keer per dag naar kijk. Omdat ik de lieflijke gewoonte had, en ik zeg echt had, om altijd overal laat aan te komen. En met de nieuwe functie besefte ik dus dat dat niet kon. En als ik ook niet een partner thuis had die heel punctueel is, was ik waarschijnlijk nog steeds wel af en toe laat geweest. Maar ik ben niet meer laat. Tenzij bij hoge uitzondering er iets is gebeurd buiten mijn macht. Kan ik nou eindelijk zeggen dat ik altijd ruim van tevoren zelfs aanwezig ben. En dan kijk je echt de hele tijd op je horloge van hoeveel minuten heb ik nog. Dus dat zijn de twee dingen die ik echt dagelijks gebruik. Tijd is een van de, denk ik, van de resources die we als mens hebben. En waarvan we helaas te slordig mee omgaan. Ja, we leren we nu kennen wel. Het begrip precious time. Ja. Dat kwartier elke ochtend dat ik koffie met mijn vrouw op balkon drink, is waarschijnlijk 3 uren waard, hè? Ja, zeker. Nu over het gebruik van, ik ben niet zo fanatiek, maar ik ben van 15 maart vorig jaar tot 15 maart dit jaar vrijwillig in quarantaine geweest. Oh, echt? Ja, ik ben 4 keer in de straat op geweest. Oh. 2 keer voor een begrafenis. Ja. 2 keer voor een hele goede vriend. Dus ik ben wel een jaar thuis geweest. Ja, ja, ja. Maar ik heb niet 1 dag erover geklaagd. Ja. Zo erg dat een vriend van me even zei, jongen, je kan gadumeroso. je hebt die mentaliteit waarop je in de gevangenis kan zitten. Ja, ja. Dus, maar omdat je dat gebruikte, beide dingen. Die ene is, deze is discipline. Ja. Die andere is misschien ook een beetje discipline. Maar als discipline routine wordt, dan houdt het op discipline te zijn. Zeker. Maar het verliest veel van zijn waarde. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.